van jullie kijken naar deze video. Vandaag is er een wedstrijd geweest, namelijk de SSW. Ik ga gewoon kijken, ik weet het niet. Echt. Hier misschien. Hier. De SSW PNL. En wat jullie horen is mijn broer. En onze paarden staan daar zo. Oh, die zien het niet. Oh, ik hoop niet. Ah. Ik heb het scherm trouwens heel hard uitgezoomd. Kijk maar. Kijk. Heel ver. Put. Zijn paarden staan hier. Kijk hoe wiel. Oh, dat is mijn paard niet. Oké, wacht. Even opnieuw doen. Ja. Let's go. En go. Nee, niet goed. En dat je eigen paard kunt botsen. Go. Ja, ik heb hem. Kijk. Wacht even. Voilà. Ik ga mijn club zoeken, want ik zie ze nergens. Ik vind jullie niet, maar ik zie jullie paarden nog staan. Dus stop, kind. Hou op. Shit, 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 shit. Terug, terug. Je mag mij niet zien met een paard die nog niet opgezadeld is. Want dit is letterlijk een wedstrijd. Oh no, jeez. Een paard zat hier. Ah, is mijn hoofd. Koptelefoon, koppeltoon, batterij leeg. Batterij leeg. Wacht, ik moet zo laat. Kijk, de ladder. Staat er mooi. Kijk. Oh. Voilà, ik kan nu weer werken. Goed ik. Paard staat op rust. Kan maar. Kijk, je voelt zich gewoon. Oh, daarom. Gewoon paard dus. Oké. Okay. But I want dit. Oké. Okay. Even op mijn telefoon kijken. Niet gekoppeld. Waar niet? Oh ja, ik weet al waarom. Wacht. Even test doen. Volgens mij werkt dat niet. Gelukkig. Oké, ja. Ik heb gelijk. Wie is Blue Friends Party?
Zaya, wilt je alsjeblieft opbouwen? Zaya, wilt je alsjeblieft opbouwen? Nee, oké dan. Zaya, wilt je alsjeblieft opbouwen? Ik doe niks. Ik ga lijp. Wat betekent dat nu? Lijp. Het laatste in het doen van. Eip. Oh nee, wat was het? Moet je kijken, wat is het? Nee, dat gaat niet. Het werkt nog niet eens. Kijk dit zo. Look this, dat is voor nu toch. Voor mijn telefoon heb ik al. Ik zei, wil je alsjeblieft ophouden, alsjeblieft. Want dit gek, het doet gewoon door. Nou, ik praat. Ja, maar je kunt ook buiten gaan praten of zo. Hou het toch even in je mond. Ik neem op met mijn telefoon en je blijft gewoon praten. Zij is van, je video is niet leuk. Ik geef een dislike. Ja, hoe zou het komen, joh? Echt, man. Ja, zegt ik dan. Dat doe ik niet, dat doen mijn clubleden. Ik kan niet zoveel achter elkaar, want als je zo heel de tijd tegelijk hoort, dan zijn er met 8 tegelijk. Ja, wat, ik leg het even uit. Zij snapt er niks van. Stop. Hou niet erin. Maar ik ben mijn scherm te gaan zetten. Diamond screen.
Mijn foto's wil maken van de uitreiking. Stop met praten. Hou op, man. Speel het spel en je weet wat ik doe. Oké, maar doet gij. Echt waar. Ik ben bij SBB en alles ging goed tegelijk en prima. En krijgen we een starcoins? Krijgen we een starcoins? Nee, we krijgen een beker opgestuurd. Een beker? Ja, dan moet je met mij overleggen. Dus Laila, ik verlaat ook even de groep, dat ze mijn groep kan vragen wanneer het nodig is. Nee. Maar een beker opgestuurd, wat is? Ik krijg blijkbaar een beker of een rosette opgestuurd. En maar omdat wij het zelf hebben gedaan, krijgen wij een beker opgestuurd. Ja, we zijn heel leuk eigenlijk. Ik krijg een beker opgestuurd. En die beker zet ik gewoon hier neer. En dan is dit de beker. Wij gaan gewoon allemaal bekers verzamelen. Tot eigenlijk iedereen een beker heeft. Maar jongens, wat is de soort van krijgen? Is er ook geen developer-prijs dat we voor kan krijgen na jouw wedstrijd? Weet ik veel. Koop het. Maar Stef, voor jouw wedstrijd kunnen we het wel als we winnen starten. Ja, ik heb starpoints, maar dat... Zijn dat ze dat niet doen? Stef, ik moet gaan. Oké, goodbye, my friend. Doei. Ik ben zo blij, hè? Ik heb nog steeds een rode kop van mij, wat ik ga kijken. Ja, jongens, kunnen we altijd een min stellen en het gaan vieren? Of gaan we nog op deze server blijven hangen? Stef, we hebben nog een van de grootste dressuurclubs hebben gewonnen. Dit is echt wel leuk. Het is weer letterlijk op YouTube te staan. Lisa gaat dit op YouTube zetten. Die wil waarschijnlijk ook op TikTok om dit te staan. Met andere woorden, wij worden ook in de room hier hoor. Stef. Ik ga het ook dat filmpje naar doorsturen die streamcast heet. Ik zo. Oké, je draait het weer over de uit. Kom mij. Oh nee, ik sta achter je. Unicorn. Yes, ik heb gewoon een stel honden. Ze hebben echt een kwartier op de fucking prijs gedaan. Die dacht gewoon van. Isis. Echt hè? Zo, jezus, Kimmy. Al ben je een gekke hippie. Gangster Kimmy. Kom, laten we naar Steve gaan en laten we daar gaan vieren. Gewoon op deze server. Jongens, ik heb gewoon nog een keer doen. Ik had het niet eens door. Jij, maar had je dat niet door dat we hier even in zaten? Ik had niet. Nee, ik zat letterlijk de hele tijd in die andere kant. Ik had niet eens door dat de prijsuitreiking al was geweest. Nou, we zijn eerste geworden, by the way. We zijn eerste geworden, Sophie! Ja! Yeah! Ah, lekker dit! Nu krijgen we allemaal 100 starcoins. We krijgen een beker opgestuurd. Echt? Ja, ik krijg een beker opgestuurd. Ticket en als er een leuke beker is, en dan gaan we zeg maar, we gaan elke wedstrijd winnen. Zijn we eens? Ik ben eens. Tot iedereen een beker heeft. Ja. Een beker. Serieus? Ja, een beker. Wat moet je met een beker? Ik denk dat we gewoon een derde kunnen opsturen. Zeiden echte van, ja, groep, wat was het, Wereld Wolverens, groep 3 is derde geworden. En dan gaan we nu door naar wie tweede is geworden, dat is groep 1. Die is tweede geworden, dus Diamond Girls Clan.
En dan hebben we er nog maar één club over. De club die is eerst heeft bij het SBB. Wij kregen echt een hele preek of zo. De club is eerst bij het SBB. Bij alles tegelijk. Bij alles supergoed. Ik weet niet waarom, maar het is een slijmbal of zo. Die is eerste geworden. Daar onze hele geliefde Dark Hunters Inc. En toen ging ik zeggen. Dat zo zeiden ze net. Heel zet. Kom, laten we Steve gaan en daar gaan kuipen. Oh, nou, het eigen home server. Nou, nee. Nee, we gaan nu even onze. Nee, ik doe even naar je eigen server. Doe even. Kom naar eigen server. Ja, kom even naar mijn server. Want ik heb echt lag nu. En ik ga wel even deze shirt van mijn lag kuipen. Dit is geweldig. Dit is de beste dag van mijn leven. Mijn hoofd. Ja, toch. Het is al lang over. Het is echt. En dit is te erg. Toen ik die Wild Wolverines Inc. die alle kanten op ging zag lopen, dacht ik al van. Die mensen waren een van de grootste dressuurclubs van Nederland. Dark Bros. Ja, is dan te groot. En Pink Water is dan te groot. Dit Pink Water. Maar Pink Water deed niet mee. Nee, maar daar heb ik Joshua niet eens ingeschreven. Ik zei toch, ik doe gewoon mee omdat ze mee willen. Maar Kenny wil niet dat ze mee willen. Oh. Oh my god, dit is echt geweldig. En weet je wat ik dan al helemaal geweldig vond? Dat ik zelf die prijsuitreiking niet eens door had. Dat had ik kunnen. Oh, dat is heel knap. Ja, echt alleen bij mij. Ja, niet maar echt zo knap. Ja, mijn home. Het is een leuke server, maar het is echt een kut server. Het spijt me hoor. Ja, inderdaad. Ja, nee, maar ik vind Mint Valley zoveel chiller. Daar hebben we gewoon onze liefde betrouwbare vrienden. Nee, die ook dat. Stef. Zo van wat ik nu ga zeggen, be like. Oh my god, dit is het allerergste. Messig. Dit is echt heel erg. Wat is er? Maar ik kan niet meer naar Mint Valley toe. Hoezo niet? Oh ja, oh gelukkig, hij moest laden. Ik schrok me dood. Ja, ik zag hem in Mint Valley staan. Oh, ik ben blij met jullie. Ik ben ook blij met jou en ik hou ook van jou. Ook al had ik geen verkeering met jou en SSO. Nee, nog niet, hij is aan het laden. Ik kan nu ook verder klikken. Stef die zei, ja, ik hou van jullie. Toen zei ik, ja, ik hou ook van jou. Ook al heb ik geen verkeering met je in SSO. Oeh. Ja, ik heb haar met haar. En Delilah is mij. Ik ben bezet door Delilah. Godzijdank. Nee, grapje. Maar dat is niet heel erg hoor. Niet erg eigenlijk. Ik ben blij. Kimmy, stuur nou verdomme die video door. Ja, maar we moeten nog op het wimpaard, Stef. Rustig, we hebben nog niet wimpaarden. Maar ik heb geen starcoins, dus we moeten even wachten. Wauw, Stef, jij hebt dan te veel starcoins. Gehad. Ingelogd. En iedereen verdwijnt iedereen naar deze plek toe. Oh, mijn lieve vertrouwde server. Ik wil eigenlijk deze grond knuffelen, maar ik denk niet dat dat kan. Dus ik moet zo. Oké, het kan. Nee, maar besef even. Weet je wat ik mis? Ik mis dat Vestal gaat klagen als we de renbuk gaan doen. Ja, maar niet duwen. Ik ben bezig met iets moeilijks. Ja, maar niet duwen gewoon. Ik ga hier staan, want ik denk dat Stef hier komt. Nou, ik ben niet. Wat mooi. Nee. En mijn hele rugzak zit helemaal vol met het clubsetje en met allemaal andere spullen en dingen. Ja, ik dacht. Oh ja, bijna. Ik ga mijn paard afzadelen. Mijn paard heeft het goed gedaan. En ik ga mezelf ook even een. Dat is niveau 100. Stef, heb jij ons setje bij je? Ja, meer bij me. Maar ik heb ook een foto, wacht even. Ik ga een foto sturen. Mensen, weet je wat nog mooier is? Ik heb gewoon meegedaan met de Witte Vries. Ja, dat vind ik echt, Marie. Love to you, echt waar. Applausje. Oh mijn god, ik heb niet zoveel zin aan. Het maakt voor de prijsuitreiking trouwens, kijk. Oh, ik ga kijken. Ik wil het zien, want ik heb het niet meegemaakt. Echt vet set weer dit. Wat heb je niet meegemaakt? De prijsuitreiking. Ja, ik wel. Ik heb ook nog een heel set. Ik heb niet. Ik heb alleen stoelfoto's. Ja. Waar zijn jullie? De SCB is live. Ja, weet ik. Kimmy Falcon heeft je genoemd in een video.
Oh, Luca is live dan. Hé, hey, deze is echt een leuke foto. Kijk, Stef vast dan. Ja, lastig. Ja, die heeft Stef gemaakt. Logisch, stond in het midden. Ja, echt mama. Pretty dit. Pretty. Maar niet aan mijn arm tikken, echt. Echt, maar. Stef? Ik zie naar jou hoe goed je dit hebt gedaan. Die zit er niet. Kijk, kijk, kijk. Kijk. Maar... Ja, maar ja, wacht heel even. Wacht heel even, mensen. Stef is wel blij dat wij het goed hebben gedaan. Maar als Stef er niet was, hadden wij ook niet gewonnen. Hè? Daarom. Ja, dus even allemaal ook even iets dan tekst, even applausje. Ja, maar kijk, hier staat ze. Nee, luister, ik ben nog eens aan het spreken. Want je zit niet alleen de schuldige van wat hier gebeurd is. Kiana is ook de schuldige. Wat ja. Wij zijn al een tijd al ontzettend nu contact verbreken met haar. Zij blijft contact opnemen. Ja, maar kijk. Nee, die zit hier in de club, maar die is niet online, want die staat grijs. Ja, ja. Dat weet ik. Ja. Maar ze via een of andere, onder een ander dinges, probeert contact op te nemen via Snapchat met u. Ja, onder een ander naam. Ja. En je weet niet eens dat dat zij is. Je zegt tegen mij en je zegt het tegen papa. Je mag het tegen mij zeggen. Ik zeg het direct tegen papa. Papa neemt contact met haar mama. Ja. Duidelijk? Ja. Maar ik ben ook kwaad dat zij u alles in uw schoenen duwt, terwijl dat ze zelf ook beschuldigd is. Wat ik u ook gisteren wilde zeggen, wat zij doet, ja, echt, hè? Is uw vriendinnen van nu, van uw lager onderwijs, weg van u aan het jagen. Ja, oké, maar dat heb ik al door van gisteren. Ja. Mama. Dat is wat ik gisteren drie keer probeerde te zeggen. Klinkt echt een beetje Brabant. Ze probeert Inja, Laura en al de rest van u weg te pushen. Ja? Ja? Ja. Als je contact hebt met Inja, kun je zeggen sorry van de situatie van de filmpje. Als er iets is, kun je altijd mijn mama en papa contacteren. Mensen, wat is nou onze prijs? Een beker. Let's meet. Ja, ik weet het, mama. 20, 20, 20, 20, 20. Oh, maar we zijn met te veel, we zijn met 8. Dus luister gewoon niet. Wauw. Ah, het is heel sad, maar... Echt, dat vind ik wel stom, hoor. Maar het is wel begrijpelijk, hoor. Ja, ja, dat is waar. Maar ze betalen die beker en die rosette chocolade aan je gezakt. Dus dat lijkt überhaupt niet te krijgen. Ja. En het is ook gewoon de eerste. Ja, dat is een keer een tennisclub van een tennisclub. Wat is dat? Maar besef even, dat komt dus op de live van... waarschijnlijk is het op de live geweest van het SVB. En daar zijn ook best wel mensen bij. Zij zit is ook in op de weet het geweest dus van... Riley, ja? Ik heb je al gehoord, hè? Ja. Oké, wie is Stef? SO-Luca met F hoofdletter en L hoofdletter. Oké, is het Luca? Ik heb hier nog meer? Even een andere. Stef, kan je nu gewoon uitloggen? Want ik moet eigenlijk wel zo gaan. Ja, je kan gewoon uitloggen, we zijn klaar. Ik heb geen zin in les met te rennen. Lina is goed. Ik ga dan, denk ik, want ik moet nog heel even ook wat doen voor school. Eigenlijk mocht ik niet eens meedoen, maar ik zou echt tegen mijn moeder, ja, bekijk het maar, ik ga gewoon meedoen. Stef. Dus, goodbye, ja. My lovers. Oké, okay. Maar Stef, waarom moet ik hierheen komen? Ik vond het zelf. Ja, ik had nog meer mensen tegen in de kleur. Oh, maar ik zie Stefan. Oh, even kijken. Ja, zo. Ik voel het dus, ja. Stefanie. SO. Ik zoek allemaal iets met SO. Waar? SO, kom maar, ik weet niet wie jij bent, maar oké. Okay. Oh. Zo.
Zo, nou, kijk mensen, even allemaal. Mensen. Dankjewel. Oké, mensen. Hups. 10 seconden, jawij. Leuk om even te scrollen. Luca. Luca. Ja. Oké. Oh ja, mensen hebben nog meer gezet. Oké, en zo. Oké, ga ik nog even taggen. Tik geen. Laat maar gewoon lekker TikTok scrollen. Doe Riley Ravenhurst. Die zat er niet bij. Kimmy, doe Riley Ravenhurst. Esso. Jongens, het gaat snel. Nee, echt met het al niet. Doordatje ik weet niet of ik de goede heb, maar... Nou heb ik nog iets om te vertellen. Oké, ik ben met jullie, dat is wat ik nog wil vertellen. Stef is aan het huilen, denk ik. Nee, ik ben niet aan het huilen, ik ben gewoon huilen. Jammer. Hoezo jammer? Nee, je bent wat de heck. Wat leuk. Leuk, hè? Vind ik ook wel leuk. Oké, van mij heb ik niet iedereen getagd. Dus ik weet niet hoor, maar ja. Wacht, kan je even streamen om hem te laten zien? Kan iemand hem even laten zien? Ja, gewoon een video streamen. Gewoon, dat is het dus. Nee, maar kan je hem even sturen in de gratis chat? Op de link. Oké. Ja, is goed. Ik doe hem. Kan je even opslaan en dan als video sturen, anders is het heel veel gedoe voor mij. Nee, stukje heen. Even kijken. Oh, hij is 3B en nu is hij live. Ik ga kijken. Ik had helemaal niet door. Ik ken je het? Ja. Wacht. Ik stuur de video even door. Rustig, ik ben aan